We staan hier in het stadskantoor van Eindhoven, samen met Harry Verrij, de oud-voorzitter, oud-penningmeester van PSV. Er is hier een expositie ingericht naar aanleiding van 100 jaar PSV met een rijke collectie aan foto's afkomstig en allemaal gepubliceerd in het boek 100 jaar PSV. Dat boek wil ik bij deze graag overhandigen aan Harry Verrij. Hij komt er veelvuldig in voor. De betekenis die hij heeft gehad voor PSV, die wordt hier goed uit de doeken gedaan. Kijk uit, het boek weegt 5 kilo. Er staan meer dan 1000 foto's in. Je kunt er heel veel tijd mee doorbrengen. Hartelijk welkom bij 040 TV, meneer Verrij. We zijn net in de vorige vlucht langs 100 jaar PSV gelopen, snel. Wat doet dat u als u hier staat? Ja, het is natuurlijk altijd fantastisch om veel te herkennen uit het verleden. En met name natuurlijk je eigen tijd, dat je de eerste keer naar PSV ging. Tot en met nu, dat roept wel herinneringen op van... Ja, dat doet je wel iets, ja. Meneer Verrij, hoe vond u de reacties op wat u gezegd heeft op het interview van Marco Overmars? Ja, we moeten dat. Ik vind altijd dat hun alles mogen zeggen en wij niks. En bovendien van Moeluit, het enige wat ik gezegd heb, dat die gentleman's agreement bestond. En dat Marco Overmars dan gaat zoeken, dat je natuurlijk een gentleman's agreement nooit kunt vinden. Want het typische is dat het nooit op papier staat. Dus je kunt het niet vinden. Maar goed, ik denk dat we er maar over op moeten houden. Ik heb bericht gekregen. Ik kreeg mensen uit India die het zelfs van jullie opgenomen hadden. En die ook dat zeiden dat we daarmee PSV eigenlijk op scherp hadden gesteld. Nou, als dat gebeurd is, dan is dat goed, want we hebben met 4-0 gewonnen. Meneer Verrij, PSV Ajax? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, jullie lachten vorige week toen ik zei 4-1. Maar achteraf gezien was ik nog te pessimistisch en het werd zelfs 4-0. Daarmee zat ik er toch tamelijk kort bij, of gewoon jullie me eigenlijk uitlachten. Maar ja, dat heb je niet uitgezonden. Alleen, ik zat er natuurlijk wel goed naast bij die andere. Bij die andere was het werd weliswaar 2-0, maar niet voor PSV. Jammer, maar zonder goed gemaakt. Wat is het meest bijgebleven van de wedstrijd? Ja, weet je, van zo'n wedstrijd blijf je natuurlijk altijd bij dat je in een korte tijd, in een paar minuten tijd, drie goals maakt. En dan... Geweldig voetbal, dat was een heel vreemde wedstrijd. De eerste keer PSV goed, daarna Ajax. En ik had bij de rust niet verwacht dat het zo zou lopen. En dan plotseling scoort PSV een keer en dan loopt het in één keer. Dus de tweede helft was natuurlijk als PSV-supporter leuk om te zien. Wat vindt u van de verdediging van Ajax? Nou ja, vorig jaar ging het iedere wedstrijd om de verdediging van PSV. Ik bedoel, ik weet niet of je nou precies de verdediging moet zetten, maar als je middenveld en verdediging bij elkaar hangt, dan mist Ajax toch body en laat ik het zo zeggen, verdedigend vermogen, denk ik, om daar op dit moment hoog mee te scoren. En zeker in de Champions League is dit absoluut te weinig. Mag Ajax de schuld in de schoenen van Kenneth Vermeer schuiven? Nou, ik vind dat de boer dat netjes opgelost heeft door hem in bescherming te nemen. En dan moet je natuurlijk ook, anders brand je zo jong helemaal af. Hij heeft natuurlijk een fout gemaakt, maar ja, het is wat ook gezegd werd. Als je bij die eerste goal dat geprut zag van twee van de Ajax-spelers, die toch min of meer international zijn, die eraan vooraf gaat, dan ligt het natuurlijk niet alleen aan de keeper of schoonie. Ook bij in andere gevallen niet een sterk indruk maakt. Meneer Verrij, heeft u gisteravond Studio Voetbal gezien? Ja. Ja, dat heb ik gezien, ja. Wat vond u weer van de actie die op touw gezet werd over Stijn Schaars? Ah, dat kon je natuurlijk wel weer verwachten. Ik bedoel, dan moet er altijd na zo'n wedstrijd, moet er altijd natuurlijk naar iets anders gezocht worden dan alleen het voetballen. Vind ik jammer. Ik bedoel, nogmaals, ik vond het heel sportief de wijze waarop Stijn Schaars
waarop Stijn Schaars gereageerd heeft. Daar moet je het dan verder bij laten. Meneer Verhaai, we krijgen weer twee wedstrijden, PSV Telstar. Ja, kijk, ik durf tegenwoordig bijna geen voorspellingen meer te doen. Want die ploegen, en dat is niet alleen PSV en Ajax, maar dat is iedere ploeg. Daar kun je helemaal niet van zeggen. De ene week zijn ze zo, de andere week zijn ze zo. Dus iedere voorspelling is, laat ik maar zo zeggen, is een gok. En in dit geval, ja, Telstar thuis gaat hij natuurlijk met een aantal andere spelers spelen. Maar ja, Telstar moet je natuurlijk kunnen winnen. Dus ik denk dat dat wel een overwinning wordt. En ja, ik denk dat ze het in aanstaande zaterdag in Alkmaar moeilijk krijgen. Die hebben gisteren met 3-0 verloren. Dus die zullen absoluut op de een of andere wijze revanche willen nemen. En de uitwedstrijden tegen AZ zijn niet onze lievelingswedstrijd de afgelopen jaren. Dus dan hou ik hem op een gelijk spel deze keer. U bent voorzichtig? Ik ben deze keer voorzichtig. Ja, we hebben nog dik gewonnen en dan is het altijd gevaarlijk om de volgende wedstrijd te zien. Want dan is het meestal weer veel minder. Meneer Verhaai, maak er een mooie week van. Ja. En wij doen u altijd toelachen. Ja, dankjewel. Niet uitlachen. Nee, dankjewel. Dankjewel.